Focus die staat al wel ergens in de top 10 van de meest gezochte en meest verkochte en meest aangekochte occasions. Dus hoort bij elkaar, hè, verkoop en koop. Er is alle reden om weer eens een keer een blokje om te doen in deze derde generatie Ford Focus. Ja, weet je, Ford, waar staan ze bekend om? Lekker sturend, lekker rijdend, gewoon fijne auto's die ook in zeg maar normale uitvoering en uiteindelijk toch gewoon best wel goed sturen. Het klopt allemaal wel. En dan stap ik in deze, nou ja, niet hele sensationeel uitgevoerde Focus Wagon. Rijdt een stukje en dan denk je, ja, het is gewoon goed. En als je een beetje gevoel hebt voor mechaniek, ja, dan wil je eigenlijk een auto dat die aanvoelt zoals deze Focus aanvoelt. Gewoon accelereert lekker, remt goed, stuurgevoel is prima, zit er goed in. Nou ja, weet je, alle lof dus voor een auto die verder gewoon mobiliteit is. Deze derde generatie Ford Focus kwam op de markt in 2011. Toen wat meer uitgesproken styling. Na de facelift werd het iets rustiger. Dus uiteindelijk nog tot 2018 doorgebouwd. Allerlei verschillende carrosserievarianten, alhoewel de cabriolet coupé, die is er bij de derde generatie tussen uitgevallen. Maar er was een hatchback, er was een wagon en er was ook nog een sedan. Als je het hebt over unicorns, niet zo vaak verkocht. En dan hebben we het over die sedan. Alvast een teaser naar het aanbod op Marktplaats. Maar de sedan, je vindt er een paar, een stuk of 23. Tussen een aanbod van meer dan 1000 Ford Focus. Dus dat is gewoon niet zo'n populaire uitvoering. Meer voor Zuid-Europa, waar ze dat soort auto's nog wel aankopen. Qua motoren altijd een hele brede keuze geweest. Er zijn zelfs 2 jaar lang elektrische Ford Focus'en verkocht. Ik weet niet of je ze nog terug kunnen vinden ergens op occasion size, maar behoorlijk zeldzaam. Geen hardloper, maar ja, wel een van de eerste elektrische Ford Focus'en. Plug-in hybrid, die hadden we met deze generatie Ford Focus nog niet, maar wel diverse benzines en diesels. De eerste exemplaren van deze Ford Focus. Dan had je nog atmosferische motoren. En gedurende de looptijd van deze generatie, de Mark III Ford Focus, kwamen de EcoBoost motoren. Ja, dat is wel een stuk prettiger. Veel meer koppel vooral. En dat is echt een groot verschil. Die eigenlijk zeg maar zo halverwege 2010-2020. Dus halverwege de jaren 10 is opgetreden. Dat eigenlijk al die downsize motoren kwamen. Veel meer koppel. Rijdt gewoon lekkerder. Met die EcoBoost ook een primeur, namelijk de eerste 3-cylinder in dit segment, het C-segment auto. En dat was ook even wennen voor de koper, maar het rijdt gewoon echt wel goed. Sowieso qua technologieën, parkeerassistenten, LED-koplampen, navigatie, allemaal dat soort dingen werd allemaal leverbaar in deze generatie Ford Focus. Het aanbod op marktplaats.nl is echt heel breed, meer dan 1000 exemplaren, iets van 1200 zoveel op dit moment. Van deze generatie Ford Focus. Dus als je hem zonder de bouwjaar restricties opzet, nog veel meer. Dus er is altijd wel een Ford Focus te vinden die een beetje past bij jouw smaak, zou ik dan bijna zeggen. Meer dan de helft wagons. Best bijzonder voor zo'n C-segment auto. Aan de andere kant, ja, heb je net iets meer ruimte. Dat is op zich wel prettig. Sedans, een kleine 20 stuks. Dus daar moet je het niet van hebben. En de rest is natuurlijk hatchback met 5 deuren. Prijzen. Ja, als je van een avontuurtje houdt, dan kan je voor 3, 4 mil een Focus diesel vinden. Met behoorlijk wat ervaring. En misschien niet de allermooiste. Maar ja, wie weet blijft hij nog een tijdje doen. Geef je ietsje meer uit, dan wordt het aanbod opeens veel breder. En het loopt op tot zo'n 30.000 euro. Maar dan heb je een vrijwel nieuwe Focus ST of Focus RS. Ford Focus is een veel verkochte auto. Er is ook veel te vinden aan informatie over dingen die mis zouden kunnen zijn. Maar over het algemeen wel relatief betrouwbaar. Er zijn een paar punten waar je specifiek op kan letten. Dus die gaan we een beetje doorlopen nu natuurlijk. Qua carrosserie en interieur. Een kwaaltje wat ook Volvo's van deze periode ook wel hadden. Ze hadden toen natuurlijk nog een beetje verkering. Of was net uit zeg maar met deze generatie Focus. Kleurverschil tussen de kunststofdelen en de metalen delen van de carrosserie.
is vaak niet zoveel aan te doen. Je gaat ook niet een achterbumper dan overspuiten en zo. Maar ja, let er maar eens op. Dan gaat het je wel opvallen dat dat toch best vaak aan de hand is. Dan een klein kwaaltje. Is namelijk relatief makkelijk op te lossen. En niet kostbaar om op te lossen. Gasveren van de achterklep. Met name van de wagon. Ja, die slijten wat. Er ontsnapt wat gas, denk ik dan maar. Dan komt hij niet meer zo lekker omhoog. Dat is gewoon te fixen door die gasveren te laten vervangen. Volgens als je op dat onderdeelnummer zoekt, wat je vaak daarop ziet staan, dan vind je ze meestal voor echt een heel schappelijk bedrag. En het is goed zelf te doen. Dus dat is misschien een leuk klusje voor de zaterdagmiddag. Qua onderstel zijn er een aantal punten om op te letten. Zoemende geluiden. Wiellagers willen wel een stuk gaan. Ik denk met name als de kilometerstanden echt oplopen. Maar nou ja, weet je, let er gewoon even op dat je zo'n soort geluid. Dan moeten die worden aangepakt. Verdere bijgeluiden die je zou kunnen hebben. Ze kunnen worden veroorzaakt door versleten rubbers van bijvoorbeeld de stabilisatorstangen of de achterste dragen. Maar vaak hoor je dan wat geklapper en wat gebonk op slechte wegdek. Ook iets om aan te pakken. Dan qua aandrijflijn, best wel wat punten, maar een aantal die dan vooral zeg maar bij de hele vroege focussen of bij een vroege EcoBoost een rol speelden. Dus laat je je er niet door afschrikken. Qua versnellingsbak en koppeling en handbak en de automaat zijn er koppelingen. Zorg gewoon dat hij dat goed doet. Best wel wat problemen met de drukgroep of de koppeling zelf. Dat is toch best wel kan prijzig zijn om natuurlijk te maken. Dus weet je wil liever een exemplaar hebben wat het meteen goed is. Daarnaast was er een automaat leverbaar. Power Shift automaat heette die. Niet briljant. Bak met dubbele koppeling. Best wel wat issues mee geweest in het begin. Ik zag ook bij andere merken dat daar wel wat problemen mee waren natuurlijk in de begintijden. Ook bij Volkswagen. Maar bij Ford ook wel een dingetje wat niet helemaal lekker is geland. Hè. Ze zijn er nu ook weer van afgestapt. Dus mocht je eentje met een PowerShift automaat vinden, zorg dan dat je even proefrijdt, dat je ook voelt of je het allemaal wel lekker. Of het moet redelijk naadloos gaan. Zou het moeten gaan. Als je twijfelt, zoek dan maar gewoon een ander exemplaar. Er staan genoeg Ford Focussen te koop. Ford Focus. Dan bij de vroege EcoBoost motoren. Eigenlijk zou het niet meer moeten kunnen voorkomen. Zou al gefixt moeten zijn. Maar ik noem hem toch even. Dunne plastic retourslangen naar het vloeistofreservoir. Die worden dan poreus, gaan lekken. En dan zorgt er dan voor dat er geen koelvloeistof is. Maar die sensor voor de temperatuur. Die meet dan bijvoorbeeld wat warme of koude lucht. En slaat er niet heel erg op aan. Dus dat is wel eentje die tricky is. Omdat je uiteindelijk zonder koelvloeistof zou kunnen komen te rijden. En daar houden motoren niet van. Maar je zou in principe het niet meer zo vaak moeten kunnen tegenkomen. Dan de 1.6 EcoBoost. Een soort nylon afdichtingen van de injectoren. Die dan ook defect raakt. Dan krijg je een soort knallen als je gas geeft. Ook dat zou in principe allemaal al gefixt moeten zijn. Maar toch, ik noem hem maar nog wel eventjes. Je EcoBoost motoren, dat zijn kleinere motoren met een turbo. Dus in principe wat zwaarder belast. Die houden van goede olie en verse olie. Dus zorg in ieder geval dat als jij de eigenaar van bent, dat je er goede olie in gooit. En dat je het misschien vaker ververst dan de instructies voorschrijven. Als je een Focus ST tegenkomt die stationair een beetje met horten en stoten draait, dan kan dat een kapotte kabelboom zijn. Dus een let daar eventjes op als je gaat proeven. Dat je denkt, doet die het helemaal lekker? Nee, dan is het dat. Bedraling van de dynamo is ook wel zo'n punt wat sneller slijt dan normaal. Zit tegen de pijlstok aan. En daar is ook weer een terugroepactie op geweest, als ik het goed heb. Ze wat dikkere kabels zijn daar gebruikt. En bij de diesels, die over het algemeen behoorlijke kilometerstanden zullen hebben, denk ik. Ja, EGR-kleppen, roetfilters, allemaal eigenlijk de algemene aandachtspunten van de diesels. Dan nog een specifiek puntje van de 1.0 EcoBoost. De distributieriem zit echt in het blok. Maar dat betekent dus dat vervangen ook wat ingewikkelder is. En dus wat prijziger.
beetje om in de gaten te houden. Als je een 1.0 EcoBoost met een hogere kilometerstand vindt. Is de riem gedaan? Moet die worden gedaan? Nog een paar punten qua elektronica. LED-koplampen waren optioneel. En dat is ook iets wat opkwam natuurlijk in deze periode. Als die flikkeren, en niet zoals op beeld, hè, als wij hem filmen, een LED-koplamp, dan flikkert die vaak. Maar echt als je erbij staat, je denkt, hij lijkt een beetje niet helemaal zuiver te schijnen. Dan is die defect en dan moet die worden vervangen. Dat is een dingetje om in de gaten te houden. Dan qua navigatie, touchscreen navigatie, je moet gewoon netjes en goed werken. Er willen wel eens problemen mee zijn. En soms werkt de navigatiefunctie zelf zeg maar niet. En dan kan de GPS-antenne defect zijn, of de bekabeling, of de aansluiting bijvoorbeeld. En dat is relatief prijzig om aan te pakken. Maar de tip van de dag is dat je ook een generieke GPS-antenne gewoon achterin de Navi kan duwen. En die leg je dan ergens onder het dashboard. Die zit hem ergens netjes vast onder het dashboard. En dat werkt dan feitelijk net zo goed, of bijna net zo goed. Dat scheelt een hoop geld. En dan eentje die eigenlijk geen geld kost om te maken, maar wel lullig is, want je komt ermee stil te staan als het zover is. De massa-kabel van de accu kan losraken. Gebeurt relatief wat te snel. Dan val je stil. Alleen het is een kwestie van daarna weer vastzetten en dan kan je weer door. Maar ben je ondertussen wel stilgevallen. Dat was het lijstje aandachtspunten voor de Ford Focus. Deze Focus vonden we bij Sturm Dealer Occasions in Roosendaal. Ben je op zoek naar een tweedehands auto en wil je onze hulp? Of ben je een autobedrijf en heb je een hele leuke occasion staan waarvan wij een video mogen maken? Mail dan even naar tips@autoblog.nl.